U bent rechtstreeks verbonden met het Sint-Pietersplein waar Paus Benedictus de 16e straks de traditionele zegen Urbi et Orbi zal uitspreken. De zegen voor de stad Rome en de wereld. Inmiddels is het plein volgestroomd. Hebben zich waarschijnlijk zo'n 100.000 mensen zich hier verzameld. En nu klinken de volksliederen. Zeven maten van het Italiaanse volkslied, zeven maten van het volkslied van het Vaticaan. En daarmee is deze plechtigheid officieel geopend. Zeker per jaar deze zegen voor de stad Rome en voor de wereld met Kerstmis en Pasen. Een zalig Pasen voor iedereen. In het Spaans wens u allen een goed en gelukkig paasfeest. Met de vrede en vreugde, hoop en liefde van de vrezen Heer. Dan in het Portugees en dan het Nederlands. A Pasqua feliz con Cristo resucitado. Ella lese, salig Pasen. Ich will mein herzlichen Dank zu den Österreichern bringen, für die freie Blumen aus den Niederlanden, für die Pasmis und die Sint-Pietersbloemen. Het was even onduidelijk of de paus zou bedanken voor de bloemen. Toen ik gisteravond laat de tekst kreeg, toen stond dat er niet bij, voor het eerst sinds 23 jaar. Dus toen ik dat vanmorgen meldde aan de secretaris van de woordvoerder, toen ontstond hier lichte paniek en is meteen de woordvoerder gebeld. En die heeft er alsnog voor gezorgd dat er een nieuwe tekst naar de paus ging om te bedanken. Nou, gelukkig is dat dus gelukt en is er opnieuw bedankt voor de bloemen uit Nederland. En terecht, veel mensen hebben er gisteren hard aan gewerkt. Er waren zo'n 25 vrijwilligers uit Nederland met het arrangeren van de bloemen. De hele klus, er zijn zo'n 42.000 bloemen en planten op het plein. Ja, het is jammer dat we ze nu niet zien. Eerder vanmorgen tijdens de mis zijn ze uitgebreid in beeld geweest. Maar goed, ze hebben het weer prachtig versierd. Ook de commentatoren hier zijn altijd erg enthousiast en komen altijd naar ons toe om complimenten te maken voor de prachtige bloemen die de Nederlanders hier weer hebben neergezet. Goed, er is gezegd dat ze komen hier naar beeld dat de uitzending is afgelopen, dus eerder dan verwacht. Het is ook snel gegaan. Wat kortere toespraak van de paus heeft waarschijnlijk ook te maken met de vermoeidheid. Dus rest mij nog van u afscheid te nemen. Mede namens mijn collega Lidie Peters wens ik u nog een heel zalig Pasen.